Michel, van harte. Dankjewel. Ik kreeg niet de indruk dat je heel lang aan het gras hoefde te winnen. Nee, afgelopen dag gewoon goed getraind al. Dus ik was hier op vrijdag, dus ik heb wel goede trainingsdagen kunnen hebben. En ik vond eigenlijk wel tijd voor een wedstrijd, dus daar had ik vooral heel veel zin in. Je 16e zege in 17 wedstrijden. Geeft het je zelfvertrouwen weer een nieuwe boost? Ja, gras is toch weer even omschakelen, maar ik vind gras hartstikke leuk. Dus ik vind het fijn, eigen land. Gewoon eigenlijk een prima wedstrijd gespeeld. Wat kleine schoonheidsfoutjes na, vooral begin tweede set. Maar ik ben gewoon tevreden met deze eerste wedstrijd. Ben je daarmee niet een beetje te streng voor jezelf? Je moet wel gewoon streng blijven. Ik weet dat er nog een heleboel te verbeteren valt. Niet alleen op gras, maar ook op andere ondergronden. En deze reeks is heel mooi. Maar goed, het is weer tijd. Hij is onderbroken, dus het is weer tijd voor een nieuwe reeks. Dit was ook je eerste duel als top 100 speelster. Was dat nog een aparte sensatie voor je? Eigenlijk niet over nagedacht. Dat was gisterochtend toen ik wakker werd en een nieuwe ranglijst zag. Was dat even een heel fijn momentje op de maandagochtend. Maar ik heb er in de wedstrijd niet over nagedacht. Maar het is fijn om mijn eerste wedstrijd als top 100 speelster te winnen. Wat is jouw nieuwe grote doel eigenlijk? Toch wel om me vast in die top 100 te krijgen. Het is nu natuurlijk nog op het randje. Ik heb nu aankomende tijd eigenlijk geen punten te verdedigen. Dus het doel is gewoon om rechtstreeks plaatsing ook voor US Open af te dwingen. En toch de komende tijd gewoon wat vaste waarde eigenlijk proberen te worden in de top 100. En dan weer nieuwe doelen stellen richting misschien wel de top 70.